Ik ben Kim Delen en ik ben eigenaar van More Than Legal. More Than Legal staat voor meer dan alleen het juridische. Ik zeg altijd ook dat er twee kanten zijn aan een zaak. Een juridische kant en een strategische kant. En ik vind ze allebei even leuk en even boeiend. Er komen werkgevers en werknemers bij mij en die komen voor verschillende onderwerpen. Denk aan reorganisaties, trajecten met een ondernemingsraad, ontslag, functioneren. Maar ook het opstellen van contracten, nou ja, alles arbeidsrecht. Het is allemaal leuk, doe het allemaal. Ik ben in Arnhem geboren en getogen. En ik ben er ook wel achter gekomen de afgelopen drie jaar dat ik hier nu weer woon. Met heel veel plezier dat je het meisje wel uit Arnhem kan halen. Maar Arnhem niet uit het meisje. En zeker ook nu ik ondernemer ben, kijk ik op een andere manier naar de stad. Dan heb ik ook nog meer waardering voor de creativiteit, de samenwerking die ik ook zie. Oka is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Zij hebben mij toch wel 2 jaar geleden het begin van een rolletje plakband gegeven. Natuurlijk, je moet het nog steeds zelf doen. Maar dat begin van een rolletje plakband is toch wel heel erg prettig. Ik merk heel erg dat het paar dagen in de week op kantoren zitten, dat dat nu wat minder is. Daardoor vond ik het ook wel leuk voor de afwisseling om even een flexplek te huren. Dus 2 dagen in de week heb ik een flexplek. En dat geeft ook alweer even de gelegenheid om toch even weer die hakken uit de kast te halen. We hebben een hond, een schnauzer, Bakkes. Als je heel veel aan het werk bent, iedereen is nu ook wel veel thuis aan het werk. Is het heerlijk om gewoon even een paar keer per dag eruit te lopen en even met die hond te ravotten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik qua sport eigenlijk altijd wel iemand was die sportte voor de kaasplank bij het glas rode wijn. Nu begrijp ik wanneer mensen zeggen dat ze zin hebben om te gaan sporten. Gewoon thuis, op het moment dat het mij uitkomt, of aan het begin van de dag even kan knallen, of aan het einde van de dag even mijn hoofd leeg kan maken. Dus in beweging blijven, letterlijk en figuurlijk, is voor mij wel belangrijk.